man. Ja? Ik moest de hele tijd trekken, trekken, trekken. Ik wilde niet trekken en met Wilco spelen. Ik wilde gewoon naar huis. Het theaterstuk gaat over seksueel misbruik. En ook een stukje huiselijk geweld eigenlijk. En het gaat over verschillende verhalen. Met name die van mij zit er ook in. Maar het is meer ook gezamenlijke verhalen. En verhalen die we gehoord hebben van andere mensen. Die gaan we op het podium brengen. Het is wel apart om hier weer te lopen. Ja, het brengt jeugdherinneringen omhoog. Ja, we zijn nu in Rotterdam-Zuid. Waarom hier is omdat ik hier toch wel de wat mindere tijd heb meegemaakt. Ik was gewoon heel erg hier en daar, laat me het zo zeggen. Op straat, niks boeide me. Ja, ik was gewoon een beetje de weg kwijt. Hoe lang ben je hier al niet geweest? Heel lang. Ik ben er wel doorheen gereden. Dus even snel, maar echt lopen, hoe ik nu doe, is echt al 25 jaar of zo. Bewust ook misschien wel? Ja, bewust. Bewust. Je wil gewoon liever niet geconfronteerd worden. Stop, 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 stop! Wat is er mis met jou? Ben je gek geworden of zo? Sorry, joh, waarom stop je de muziek, joh, mafkees? Wat doe jij nou raar? Het stuk heet Ver Verborgen Littekens. Eigenlijk had ik mijn verhaal op papier gezet. Maar ik wist niet bij wie ik terecht moest. Dus ben ik bij een vriendin van mij aan gaan kloppen. Van, hey, ik wil een boek schrijven, kan je mij helpen? Zeg, nee, ik kan je daar niet mee helpen, maar ik kan wel in theatervorm neerzetten. En vandaar dat het is ontstaan. Dus dat je eigenlijk zeg maar hier staat en dan... En dan ineens heb je van, wacht even. Maar waarom heb jij nooit je mond open getrokken? Ja. En dan kan je ook een beetje switchen met de emotie. Je hoeft niet de hele tijd hoog te blijven. Ja. Wat we willen bereiken met dit stuk is dat het onderwerp seksueel misbruik bespreekbaar wordt. Zonder dat daar schaamte of schuld bij komt kijken. En vooral de erkenning, zeg maar, naar alle overlevers van seksueel misbruik. En zij die nog te maken hebben met seksueel misbruik. Hè? Wat doe jij nou daar? Sorry, wat doe ik? Ik wil mijn telefoon terug. Ik vind het gewoon niet fijn als je aan me zit. Ik vind dat theater, muziek, dans, eigenlijk alle vormen van kunst wel een goed middel is om bepaalde onderwerpen die je eigenlijk moeilijk bespreekbaar kan maken om je daarin te uiten. En nu met name theater maakt dus dat je zeg maar een personage kan neerzetten wat niet jouw personage is, maar misschien wel jouw verhaal vertelt. Ik zie het alsof ik een babbeltje met jou wil maken. En ten tweede interesseert mij geen bal wie je bent. En ten derde, je staat er dicht bij mij. Nou, als ik puur in mijn omgeving kijk, van 10 van de 10 mensen zijn er zeker 8 stuks die daarmee te maken hebben gehad. In wat voor vorm dan ook. En dat is best wel groot. En er mag zeker echt daar echt aandacht aan besteed worden. Om deze taboe, want het is echt een taboe, te doorbreken met elkaar. Het voelt ook toch wel even goed om hier te staan, gewoon om weer even terug te gaan en te beseffen dat het echt goed met me gaat eigenlijk.